vrienden. Ik ben dus weer met het eten bezig. Ik heb het vlees al gebraden. Je ziet het bijna niet. Het ligt lekker ondergedompeld. Boerenkarbonade. Nou, dan zal ik even de pannen pakken. Zuurkool. Kruidenzuurkool met spekjes. Dus dat is lekker, lekker, lekker. Daar ben ik al lekker mee bezig. Ja, ja. En ja. Mijn vriendin, pleegzusje, die zit lekker buiten. Ja, de rode, die zit bij haar. Die gekke rode kat van mij. Ze zit even te roken. Ja, ongezond. Maar ja, moet zij weten, ik heb het ook gedaan. Dus waarom niet? Ik ben wat laat, want dat gaat qua vloggen. Ik was er al uit natuurlijk, omdat het kwam, maar was er nog niet aan toegekomen om het te gaan doen. Nee, druk, druk, druk met alles doen, et cetera. Dus ja, dan staat je hoofd er even niet naar, dan ben je met andere dingen druk en dan denk je er niet eens iets aan en dan is dit weer en dan is dat weer. Dus zo van die doende. Maar komt goed, het is dus vrijdagmiddag, het is mijn horloge 18 minuten over 3. Het is vrijdag de 26e, dus ja. Het komt allemaal goed. Dat, wanneer we deze online inzetten, weet ik nog niet. Want ik moet nog een heleboel dingen uitpuzzelen. Omdat het van verschillende camera's komt. En dan moet je je hoofd bij hebben. En als je dat niet hebt, gaat het fout. Dus ja. Ik ben er niet helemaal bij nog. Nee. Maar dat weten jullie. Maar het komt wel goed hoor. Ja, en daar hebben we onze zieke poezebeestje. Ja. Ja nou. Jij? Ja. Zo kan ik denken. Maar in ieder geval, mijn hondje die ligt op de bank. Hé? Je hebt de kus op de grond gegooid. Je hebt de kus op de grond gegooid. Ja! Wat een dikkie. Hier, je kussen. Zo, kopje erop. En mijn prinsesje, die zit daar. Dit kopje over de dekens heen naar de plant. Ja, hè? Ja. Dat ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, we spreken elkaar vanavond weer. Doei, doei. Wat leggen jullie er lief bij met z'n tweetjes? Hé? Wat zijn jullie lief? Hé? Oh, wat lief zijn jullie. Hé? Ja, het is vrijdag. Het is net eventjes over 12, hè? Dus het is alweer zaterdag. Ja, ja. Zaterdag de hoeveelste? De 27e, klopt dat? Ja, klopt alweer, hè? Jongen, wat gaat het hard. Maar oké, ik sluit af bij deze. Namens de diertjes zeg ik een welterusten en tot morgen. Ja, 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 ja. Hé, hey, prinsesje. Prinsesje. En daar ligt mijn hondje. En daar achter de bank komt net het kopje van mijn andere meisje. Ja. En ik moet niezen. Oh, gosje. Zo. Die was eruit. Een hele goede middag. Ja. Het is zaterdagmiddag. Het is alweer de 27e januari. Het is op mijn klok daar ginds 3:50. Ik heb mijn haartjes gewassen. Ja, ook dat moest weer eens een keer gedaan worden. En ik heb mezelf natuurlijk ook gewassen. Maar mijn haartjes doe ik natuurlijk niet iedere dag. Dat is wanneer het vies weer gevet gaat worden. Ja, als het niet meer zitten wil. Als het echt nodig is, ja, dan moet het. Want ik kan nou niet naar buiten toe, want wat heb ik altijd? Als ik met nat haar naar buiten toe ga, of het een zomer is, of winter is, ik word ziek. Ja, niet leuk. Nou, en van de post werd ik ook al niet vrolijk. Nee, geen vrolijke post.
Als je betalen moet, is het niet vrolijk. Nee, je moet betalen. De waterleiding, ja. Nee. Je gebruikt ervan, dus ja, je zou moeten, hè? Of je nou wil of niet. Vroeger dacht ik trouwens altijd, water is gratis. Nee, water is niet gratis. Nee, als kind zijn door. Je moet toch, uiteindelijk moet je betalen voor water. Ja, want dit is gratis. Ja, het zonnetje en de maan, de sterren die aan de hemel staan, dat is gratis. Ja. En onze zuurstof, wat we toegediend krijgen door de natuur, is gratis. Maar ja, de zuurstof raakt aardig bevuild. Door al die uitlaatgassen, fabriekstroepen, waar de lucht in wordt gestoten, noem maar op. Ja, en dat ademen we allemaal in. Dus daarom blijf ik wel zeggen, ik woon op het schoonste stukje van Nederland. Ja. Want hier hebben we geen fabrieken. Er rijden wel auto's, et cetera, maar niet zoveel dan er in de grotere steden rijden. Veel minder. Dus ja, we hebben hier meer die zeelucht. Ja, dat is veel lekkerder. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik wens jullie allemaal verder nog een fijne voortzetting van deze middag. Ik heb vandaag een luie dag. Het enige wat ik nog ga doen, dat is daar die afwas in de vaatwasser doen. En dan zet ik die aan het draaien. De wasmachine draait trouwens ook. En ik ga mijn koffie op drinken. En ik ga, denk ik, een plaatje maken. En ik ga proberen, of broerke dik, de vlog in elkaar te zetten. Dus ja. En wanneer die komt, weet ik niet. Misschien morgenmiddag. Ik weet het niet. Het ligt er helemaal aan hoe het wilt en hoe het gaat. En of ik niet onverwachts bezoek tussendoor krijg. Dus ja, je weet het maar nooit. Hier sta ik altijd voor verrassingen. En je weet nooit niet of er iemand inderdaad onverwachts kan komen. Dus dat allemaal onder voorbehoud. Ja, dan komt hij morgenmiddag wel, denk ik, online. En anders wat later, ja. Dus ik zou zeggen, een hele fijne middag. Doei, doei. Ja, en het is alweer kwart voor acht, nee, ja, kwart voor acht geweest. Maar ja, ik was zo druk bezig dat ik vergat de tijd. Ja, en dan ga ik dus nog lekker eten. Ik had nog een prakje van gisteren over, dat ik samen met mijn zusje had genuttigd. De zuurkool met spekjes, kruidenzuurkool. Maar ik heb nog meer over, ja. Er zit nog wat in. Een klein beetje. Of het leeg komt, weet ik niet. En dan zeg ik morgen weer een kliekje. Ja, ik kan op een broodje doen. Is ook lekker. Ja, en een kipburger erbij. Dus ik dacht dat het er wel lekker uitzag. Wijntje erbij, koffie erbij. Lekker, lekker, lekker. Mijn hondje heeft ook al zijn eten gehad. Die is af en toe bezig. Ga je het nog eten staan? Wil je niet eten? Kom dan. Ga eens eten. Ja, doe maar. Kom maar. Ga hapje doen. Ga hapje doen. Ga hapje doen. Nee, geen zin meer. Nou, laat het even staan. Hé, wie weet. Strakjes, hè. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen een fijne avond. Doei, doei. Hé, hey, goedemiddag, mijn hondje. Hé, hey, lief. Ja, hé. Hey. Het is triest, het is niet fijn weer, het is zo koud, ik ben al buiten geweest, ja. En goedemiddag, het is zondag, het is 2:05, 13:38, zegt de pc. Ik ben netjes gekleed, zoals jullie zien, en nee, ik ben niet naar de kerk geweest, want ik had mijn alarm in de telefoon niet gehoord. Nee, ik zit even voor mijn pc, ik moest even wat nakijken. En ik krijg straks bezoek. Ja, want of ik vloggen mag, weet ik niet. Ik weet wel dat ze zelf een filmpje hadden geplaatst op Facebook. Maar of ze
ook gevlogd willen worden, Joost mag het weten. Maar komt goed. Ja, ik hou jullie op de hoogte, dus. Maar ik zou zeggen, een hele fijne gezegende zondagmiddag. Doeg. Ja, ik zit op de uitkijk, hè. Ja, ik zit op de uitkijk waar mijn visite blijft. Het is een vreemde auto. Ik ken de auto niet. Ik ken de mensen zelfs nog niet eens, nee. Dus we wachten het gewoon af. Ja, en ze moeten toch omlopen. Want de voordeur die gebruik ik niet. Ze kunnen gewoon door die deur daarin komen. Ja, zo simpel als wat. Dat komt allemaal wel goed. En dat wel leuk, hè, om mensen te leren kennen die lid zijn van jouw groep. Ja. Ik heb namelijk een heleboel groepen op Facebook, heb ik al ooit een keer eerder jullie verteld. En ja, dat... komt nog een auto? Nee, dat is hem niet. Maar in ieder geval, dan is het leuk om je leden een beetje te leren kennen. Ik hoop niet dat ik al die 16.000, 17.000 over de vloer ga krijgen. En ja, je leert ook lang niet allemaal kennen. Dat is ook niet te doen, want er komen steeds meer en meer leden bij. Maar ik bedoel, de oud-leden die dus al vanaf het begin eraf aan bij zitten en die een beetje in de buurt wonen, ja, die zijn nog wel in staat om even de auto te pakken of een bus of een trein en naar jou toe te willen komen. Nou, en dat is in dit geval dus ook zo. Dat ze komen lekker er naar mij toe en dat is altijd gezellig. Maar het zijn geen jonge mensen, ook al natuurlijk de 50 gepasseerd en ja, komt allemaal goed. Dat, ja, er kwamen wel een vreemde auto aan, maar dat zaten jonge mensen in. Nou ja, dat zijn ze dus niet, hè? Nee. Maar in ieder geval, we wachten geduldig af en ik heb nog geen verdere vreemde auto gezien. Ja, het is af en aan hier met auto's rijden, het is druk. Maar het zijn mensen die hier in de buurt wonen verder, dus het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, ik hou jullie op de hoogte. Ja, ja, toedeledokies, tot straks. Ik krijg hem niet dicht. Wat zie jij allemaal, rode rakker? Wat zie jij allemaal? Ja, wat zie jij allemaal? Ga jij daar eens gauw vanaf? Mag dat? Potverdikkie. Mag niet, hè? Ja, dan zien de mensen ook eens een keer dat je stout kan zijn. In plaats van alleen maar lief. Je mag daar niet overheen. Nee, dat wil ik niet hebben. Dat is stout. Je mag niet over het aanrecht en over de kookplaat lopen. Wil ik niet hebben. Foei. Ja, en nog steeds geen betekenis van de visite. En ik krijg ook op Facebook geen antwoord. Dus ja, waar ze blijven, Joost mag het weten. Maar ik weet het niet. Nee. Ik weet er totaal niks van. Ik kan ze niet bereiken. Niks. Dus ja, ik denk dat ze wel onderweg zijn. Maar gewoon later komen dan dat ze gezegd hebben. Ja, en het ligt ook niet naar de deur van waar ze vandaan moeten komen. Dus ja, we blijven hier geduldig wachten. Ja, en ik dacht, ja, nou hebben jullie gezien dat de diertjes ook eens een keertje stout kunnen zijn. Ja, dat is niet zo fijn. En mijn andere diertje wil naar buiten, geloof ik. Wil jij naar buiten? Ja? Wil jij naar buiten? Er komt nog een auto, zag ik. Nee, hoor wat, Joost mag het weten. Dus we gaan eerst het hondje naar buiten doen. Doe maar gauw, lieverd. Nog meer? Rooien? Hobbelen. Zo, nou dan rijden we weer terug met de stoel. Ja. Eens kijken wat er aan de hand is, aan deze kant.
Want het is af en aan met auto's en... Ja. Nee, ik moet hier ook niet wezen. Nee, dat... zijn ook hele jonge mensen. Die gaan weer rans op visite. Maar dat komt allemaal wel goed. Ja. Even mijn hondje ook in de gaten houden. En je weet me nooit. Die doet ook wel eens stoute dingetjes. Wat niet mag. Nee. Maar ja, komt allemaal wel in orde. En de televisie is ook niet 1, 2, 3 dat je nou zegt, oh wat leuk, wat gezellig, niks aan. Nee. Ik heb de kaarsjes dus even aangedaan. En dat overdag? Ja, overdag. Bij mijn mannetje en bij mijn schoonmoeder. Ja, eigenlijk moet daar ook nog aan. Ik heb daar trouwens maar 1 elektrische, maar... Nee, 2 elektrische, maar dat zit niet. Ja, in die ene dus zit wel een batterij in de andere niet. Tenminste, er zit wel batterijen in, maar die moet vervangen worden. Ja, die doet het nou ook. Die doet het niet. Nee. Dus, ja. Maar okidokie. Ja, wat moet ik allemaal nou nog zeggen? Ja. Niet veel. Ik weet niet, ja. Ik moet wachten. En dat zie je dan te wat. Ik heb nog een bak koffie voor mezelf ingeschonken. En we zien dan wel wat er gaat gebeuren in jou. Dus, veel valt er ook niet te zien. Auto's. Een motor dat ging verderop. En af en toe zie je kindertjes lopen. Ja, meer ook niet. Gebeurt niet veel. Dan woon je in het centrum. En dan zou je denken, in het centrum, dan moet toch wat gebeuren. Ja. Ik hoor hier nooit wat. Ik zit in de buurtpreventie. Waarvoor? Gebeurt nooit wat. Nee. Ja, met jaarwisseling. Ja, toen heb ik wat zien gebeuren, maar dan hebben ze een vlok te veel op. En ik zat niet in de booster, ik liep eventjes met mijn stok. En dan heb je dus, staan ze eventjes wild te plassen. Ja, wat niet mag, wat strafbaar is waar een boete voor staat. Kan ik er wel naartoe gaan lopen, maar dat was mij een beetje te ver zonder scootmobiel. En de tweede, al zijn ze bezopen, ze duwen mij zo dan ondersteboven op dat moment. Dus ik denk, ja, had ik nou maar in mijn scootmobiel gezeten, dan had ik er naartoe gereden, dan had ik er wat van gezegd. En dan zouden ze 1, 2, 3 niet zomaar ondersteboven. En dan had ik de politie kunnen bellen. Maar ja, laat maar, denk je dan, voor een keer. Maar hij moet het niet een keertje doen wanneer ik wel met mijn scootmobiel ben. Nee, moet me niet. Mijn lieve vrienden, ik ga weer sluiten. En ik wacht af. Ja. Dat tot later. Rustig, hè? Rustig blijven. Hallo, lieverd. Ja. Ik vlog, hoor, denk erom. Vinden jullie het erg? Wat? Vloggen? Ik vlog. Oh, vlog je? Wat is vloggen? Filmen. Film. Op YouTube. Mijn god, hé. Wat een reis, een wereldreis. We zijn echt een uur aan het zoeken geweest. Mijn navigatie is uitgevallen. En mijn telefoon doet het niet meer. Die is helemaal vastgelopen. Dus kon je ook niet bellen. Ik ben sneller gevraagd naar Schiphol dan van Huizen naar in Den Helden. Ja, ik zat al te denken, we blijven ze. Ik kon niet meer bellen, dat ding was helemaal vastgelopen, niks. Nou, knuffel. Hallo, lieverd. Dat is weer wat anders, dacht ik. Ja, nou, godzijdank heb ik het gevonden. Ja, ik dacht dat jullie wel wisten wat vloggen was. Shit op YouTube en alles. Nee hoor, ik weet 50 plus te vinden. Hoe zit dat? Ja, we hebben honger ook. Ja. Dan ben je mooi zo. We gaan de auto ontvoeren naar een restaurantje en dan gaan we lekker even wat eten. Want we hebben dat helemaal nog niet gedaan.
Een hond, kom eens. Ben ik zo. Nou helemaal in beeld? Kan de, ja, nou ja, je hoofdje. Ja, mijn hoofdje, maar zo is het wel genoeg, toch? Ja hoor.
beetje koud buiten, hè, man. Ja, ja. Ja, lieve vrienden, het is koud, het is nat, het is vies, het waait en het doet. Ja, bij jullie is, ik weet het niet, maar hier doet het wel zo. Hou eens even op te wassen, ik heb al visite. En ik weet dat ik nog meer krijg, ja. Dus ja, mijn hulpie is boven bezig, mijn pleegzusje staat buiten, mijn andere zusje, ja, ik heb allemaal zusjes, ja, allemaal zusjes. Die komt tussen 1:30 en 2:00, dus allemaal lekker gezellig, ja, ja. En het is maandagmiddag, het is 1:00 geloof ik, ik weet het niet. En hoeveelste is het is, weet ik ook niet. Ik moet kijken op mijn horloge. Oh jee. Oh jee. Het is de 29ste. Ja. En mijn horloge heeft het 1:08. Dus ja, wat er van waar is, weet ik niet. Maar het zal allemaal goed zijn. Dus het is 29 januari. Maandagmiddag. Dus ja, dan weten we dat ook weer. Ik ben niet door de war. Nee, ik heb nou nagekeken. Ja, ja, ik kan slim zijn. Ha, ha, ha. Mijn hondje is ook buiten. Ja. Er staat er eentje dus buiten te roken, want het mag binnen niet gedaan worden. Bij wie mag er nog meer niet gerookt worden? Om wat voor redenen dan ook. Dat zou ik best wel eens willen weten. Dus laat het van jullie horen onder deze vlog. Doei doei. Ja, het is donkertjes, maar daar ligt mijn prinsesje. Ja, ja. Ja, heel lang zou het met mijn mobiel weer eens niet lukken. Ja, mijn Karen die is ermee bezig op afstand. Ik heb momenteel iets even wat anders aan doen. Want ook zij begreep er helemaal niks van. Ze haalt Roderick erbij. Kijk of die het straks wel kan begrijpen. Dus mijn pc die zwarte achtergrond momenteel met allemaal toestanden erop. Ik kan nou daar ook niet verder met mijn mobiel. De filmpjes die zijn iedere keer kapot. Ik dat niet begrijpen. Nee, ik dan een dom blondje misschien zijn. Ik weet niet. Maar in ieder geval, daarom ik met de vlogcamera zelf doe. Waar geen licht op zit. Maar dat doet er niet toe. Ik hoop dat jullie me wel kunnen zien zo. Helaas ken ik ook niet hetgene doen wat ik met mijn mobiel al had gedaan, maar wat niet gelukt is. Want ik kan niet aan mijn pc komen nu. Nee, dat gaat even niet. Want het gaat dan ook niet aan wat ik doe. Nee, wordt allemaal een verrassing. Maar in ieder geval komt de volgende keer en dan hoop ik dat ik het met mijn mobiel kan doen. Want dan kan jullie dat ook beter zien dan hiermee. En ik heb een rode poesebeest, een kater. Die wil naar buiten. Dus dat zullen we even eerst doen. En meneertje Koekenpeertje, die grote, die wil er ook al uit. Dus doe hem maar even. Hoppelen maar. Kom, doe maar. Goed zo. Die twee zijn naar buiten. Ik weet het anders ook niet. Dan enkel dit filmpje erachteraan te plakken. En dan vanavond als mijn dochter met de computer van mij klaar is. Dat ik dan de boel probeer in elkaar te zetten. En als, ja, misschien dat die morgen dan online komt. Ik kan niet beloven hoe laat, maar dan hebben we pech. Ja. Zolang jullie het me leuk vinden en die blauwe duim even omhoog laten gaan. Althans, blauw, er wordt blauw gezegd, maar hij is niet blauw. Nee, bij mij is die grijs en hij wordt zwart. Dat is alles behalve een blauw, toch? En er staat ook ergens een rode button met abonneren erin. Klik daar ook even op als je dat nog niet hebt gedaan. En word mijn abonnee. En klik tevens op de bel, want als je dat hebt gedaan, dan krijg je vanzelf wel een melodietje of wat dan voor geluid ook te horen, dat ik weer wat heb geplaatst op mijn kanaal.
Voor nu zeg ik een hele fijne avond. Voor straks welterusten. Slaap lekker met mooie dromen en God zegen toegewenst. En voor morgen gezond weer op. Doeg!